Nederland heeft een rijk museumlandschap. In iedere provincie, streek, stad en dorp vertellen musea de meest fascinerende verhalen, dompelen zij ons onder in lokale cultuur of presenteren zij het werk van bijzondere kunstenaars. In deze video neemt Museum TV je graag mee naar Utrecht, het centrale hart van ons land waar onuitputtelijk veel kunst, cultuur en geschiedenis te vinden is. We staan hier voor Museum Vlehiete, het Stadsmuseum van Amersfoort. Gevestigd in 3 oude muurhuizen, 500 jaar oude gebouwen. Gebouwd op de eerste stadsommuring van Amersfoort. De collectie bevat een 20.000-tal objecten die te maken hebben met de kunst- of cultuurgeschiedenis van Amersfoort. Het gaat over de geschiedenis van deze mooie stad. Dit is het topstuk van Museum Vlehiete. Gezicht op de stad Amersfoort, geschilderd in 1671 door Matthias Withoos. Op de zolder van het museum is de vaste presentatie over de bezettingsjaren 40-45. Museum Vlehiete als centrale plek in historisch Amersfoort. Als uitvalbasis voor een ontdekkingstocht door deze cultureel gezien hele rijke stad. Welkom op Amelis Weert. We staan hier bij Landhuis Oud Amelis Weert en we zijn een podium voor makers en instellingen uit Utrecht. Naast de unieke behangkamers op de begane grond zie je op de eerste verdieping verschillende exposities. We zijn nu in Landhuis Oud Amelis Weert op de eerste verdieping en daar heeft het Centraal Museum voor de periode van 5 jaar de eerste verdieping tot de beschikking. Hier zullen wij in het voorjaar en in de zomer exposities organiseren en dat zijn solo's van mid-career kunstenaars. Tussen april en november kun je het huis bezoeken. Het is de combinatie tussen het historische en het hedendaagse wat deze plek zo bijzonder maakt. We staan hier in Domunder, de historische attractie van Utrecht onder het Domplein, waar je op ontdekkingstocht kunt gaan door de gelaagde geschiedenis van 2000 jaar Utrecht. In de opgraving is het donker. Dan kunnen we dus met deze zaklamp op ontdekkingstocht. Maar hier zien we dus in één keer eigenlijk 2000 jaar geschiedenis van Domplein. Ja, dat is een van de mooiste dwarsdoorsneders die ik ken. Onderin zie je het rivierzand van de rivier de Rijn. Ja. Vervolgens zie je dat daar de Romeinen hun fort bouwen. Die leggen allemaal zoden neer. Die verbouwen dat een aantal keren. Ja. Dan ga je door naar de vroege middeleeuwen. Dan komen we hier bij die geweldige fundering van de Romaanse Dom. Op de achtergrond gaat daar weer de gotische Dom doorheen. Ja. En als toetje krijgen we nog een waterleiding uit de 19e eeuw. Een van de eerste van Nederland. Ja, en zo kun je dus in Domunder de gelaagdheid van 2000 jaar Utrecht. Ja, geweldig. Ja. Welkom bij het Castellum Hoge Woerd in Utrecht. Het Castellum Hoge Woerd staat op de plek waar 2000 jaar geleden ook een Romeins fort heeft gestaan. En het moderne gebouw, dat is precies even groot en even hoog en ook met die kantelen, zoals het fort er toen zeer waarschijnlijk ook heeft uitgezien. Het oude fort zit ook nog in de grond, hier 1,5-2 meter onder de oppervlakte. In het castellum, het huidige castellum, vind je niet alleen het museum met allerlei archeologische vondsten, maar je vindt er ook een theater, een restaurant en een stadsboerderij. We nodigen de bezoeker graag uit om met ons mee te gaan en te ontdekken wat hier allemaal te zien is. Wij hopen dat u heeft genoten van deze video. Ga naar museumtv.nl om ook de volledige films over deze of honderden andere Nederlands musea gratis vanuit uw luie stoel te bekijken. En abonneert u zich op dit kanaal en onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze nieuwste content.